Alright, hallo, zoals beloofd, ook even eentje niet Nederlands. Dit is een ulmus, Chinese eep, ja, zo zouden we zeggen. Chinese elm in het Engels, Chinese eep, of ulmus. Nu, dat is een van de meest voorkomende bonsais dat je eerst koopt in de winkel, uiteraard. Dus dacht ik, hey, er is mij gevraagd geweest om daar ook een filmpje over te maken in het Nederlands. Dus zullen we dat ook even doen. Je ziet waarschijnlijk dat mijn ulmus er een beetje. Ik zal het tonen. Mijn ulmus heeft namelijk wat gelere blaadjes. Nu, dit is iets waar ik het eerst over wil hebben. En dat is. Dus ulmus is eigenlijk een buitenbonsai. Dus wij kopen dat in de winkel. En de meeste mensen in het begin denken ze: oké, maar dat is een binnenbonsai. Dat staat bij de binnenbonsai, dus we houden die binnen. Nu. Niet echt het beste dat je kan doen met ulmus. Wel met fikus en zo, daar ga ik sowieso nog iets over maken, ook in het Nederlands. Maar ulmus moet eigenlijk buiten. Nu, waarom zijn die blaadjes geel bij mij? Omdat dit het eerste jaar is, of die heeft heel de zomer buiten gezeten. Maar het is het eerste jaar dat die eigenlijk zo wat buiten staat in de winter. Wat je wel moet doen, is zorgen dat je die beschermt als het vorst. Dus als het echt. Ja, 0 graden kan nog, bij wijze van spreken, maar als het echt min 2 is, moet er hier sowieso naar binnen zitten. Even de nadruk leggen op waarom dat 0 graden kan. Dus, omdat ja, bonsai lijf, dus het is nog een klein beetje wetenschap ertussen. Dus, de reden waarom dat geel is, eerst en vooral, is omdat het chlorofiel weggaat uit de bla. Ja? Dat is een reactie op de koude. Nu, die chlorofiel, dat is een soort zout. Oké, zei ik niet juist, chlorofiel is een zout. Ik bedoel, chlorofiel gedraagt zich als een zout. Chlorofiel is iets wat dat doet, dat is bladgroenkorrels. Maar ik zei, chlorofiel is een zout. Ik bedoel, chlorofiel gedraagt zich als een zout. Ja, even allerduidelijk, om duidelijk te zijn dat ik zo geen belachelijke fouten op YouTube zet. Oké. Ja, en dat gaat in de vacuole. Dus de vacuole van een plant, dat is eigenlijk een soort bel in de cellen van een plant. En daar zit water in. Dus alle water zit daarin. En de meer zout dat je in water doet, dat is de meer vloeibaarder dat het wordt. Dus de lager dat de vriestemperatuur wordt. Ja? Simpel. Dat is eigenlijk al. Nu, daarom kan een plant wel 0 graden, min 2, soms, daarom dat sommige planten pas volledig aanvriezen op min 10 of zo. Afhankelijk van hoe dik dat de cuticula is, dus de dikte van de waslaag rond de bladeren, dat is 1. En 2, afhankelijk van hoeveel zouten, dus zouten en chlorofyl en dergelijke, dus hoeveel materiaal dat ze in hun vacuole opslaan. Oké? Okay? Ik weet, ik ga het een beetje over de wetenschap spreken, maar dat, ik denk wel dat dat belangrijk is. Nu, de reden waarom ik dit zeg nu, is omdat dat een van de meest voorkomende vragen is, als het winter wordt, ik heb juist een bonsai gekocht, houd die alsjeblieft gewoon binnen. Ja? Houd die gewoon binnen. Zorg ervoor dat je in de lente die buiten zit, dus een ulmus wel, ja? Zet die buiten en je laat die buiten heel de, ja, je laat die eigenlijk dan buiten. Heel de lente, heel de zomer, de keer dat het herfst wordt, bescherm die nog wat tegen overtallig regen in het begin, uiteraard. Dat moet je eigenlijk een beetje altijd proberen doen. Ik weet dat dat niet altijd handig is, maar we proberen het toch. Voor, als het echt neig regent, van die toch een beetje bescherming te geven onder je banken te zetten. Of een doek erboven. Ik zet mij in een garage als het neig regent. Het is heel veel werk, maar probeer dat toch te doen als het echt neig regent. Nu, het eerste jaar moeten die sowieso heel meer beschermen dan normaal. Dus echt geregeld, als het 0 graden wordt, zet die binnen. Zet die toch binnen in een garage, in een gekoelde afzondering. Ja. Zet die binnen en je haalt die terug buiten. Ik weet dat dat veel werk is, maar in principe als je maar één bonsai hebt of je bent beginnend, dan is dat niet zoveel werk. Dus gewoon even binnen, buiten, hoppakee, klaar. Okay. Dus dat is eigenlijk hoe dat je van een ulmus binnen bonsai, zou ik maar zeggen, dat hoogstwaarschijnlijk heel zijn leven
min of meer binnen of betere temperaturen heeft gezien enzovoort, niet even vorst heeft gezien, maar dat je van dat naar een echte buitenbonsai gaat. Het is wel belangrijk dat je dat doet. Je plant gaat zoveel sterker zijn. Ook weer, ik heb in het Engels filmpje heb ik een uitleg gegeven over een wetenschappelijk principe. Dat was hormesis. Hormesis wil gewoon zeggen, een klein beetje stress, alsof dat je sport. Je geeft die plant eigenlijk training. Ja? Alsof dat je sport. Als je sport, creëert een beetje stress en dat is hormesis, want daar word je sterker van. What doesn't kill you makes you stronger. Right? Nu, met die planten is het juist hetzelfde. Dus een beetje kou kan nooit geen kwaad. In het begin, kleine beetjes kou, sterker maken tegen de kou, sterker maken tegen de kou. En binnen het tweede, derde jaar kunnen die eigenlijk bewijzen van spreken buiten laten. Ik bescherm mijn planten altijd als het echt neig vriest. Maar in principe kun je die altijd buiten laten. Oké, okay. Dus dit gezegd zijn over de overwintering van een humus. Ja. Nu, het snoeien en zo, ik ga er echt nog heel veel filmpjes over maken. Ik zal deze humus steeds in het Nederlands doen. Of altijd, ik heb twee humussen dat ik aan het vervormen ben en dergelijke. Ik zal er altijd een Nederlands filmpje van maken en ook een Engels. Want ik heb twee humussen. Ja. Ik zal nog een beetje vertellen over wanneer verpotten. Dat is misschien wel belangrijk. En wanneer snoeien. Ja. Dus snoeien, nu zou ik die gewoon gerust laten. Sowieso. Snoeien doe je gewoon in de lente. Volg gewoon mijn video's wanneer dat we snoeien. Ik zal proberen op de juiste momenten te snoeien. En ik zal meer uitleg geven naar wat je moet snoeien en hoe dat je daar beweging in krijgt en dergelijke. Okay, ik ga er niet te veel over uitwijken. Verpotten, altijd in het voorjaar. Ik weet, het klinkt belachelijk, je gaat dat bijna altijd horen in het voorjaar. Bij dit is het natuurlijk moeilijker om te zien. Een humus houdt zijn blad. Bij andere loofbomen kun je gewoon zien, de knopjes beginnen te zwellen. Ja, er gaat nieuw leven terug. Dat is alsof je boom wordt terug wakker, dus er kan terug meer groei komen. Je kunt verpotten. Dat is het beste moment om te verpotten. Ja? Nu, bij humus is dat moeilijker om te zien. Je moet in het begin probeert gewoon een beetje rond dezelfde tijd, de verpotting, repotting season. Ja? Zelfde tijd, dat is zo. Vanaf dat je zeker, eigenlijk best om te voorkomen dat je iets voor hebt, zeker als beginneling, wacht tot het echt niet meer vriest. Maartse buinen, aprilse grillen, dus probeer het april. Ja? Dan zit je zeker, ben je zeker en dan. In het begin, nadien kan je een beetje beginnen. Je plant leren kennen. Ja? Speak bonsai to me, zegt een van mijn idolen. Ja? Speak bonsai to me. Dus dan gaan we eigenlijk kunnen kijken naar wat er hier gebeurt en dergelijke. Want daar komt meer informatie op. Als je nu twijfelt, wacht gewoon even. Ik ga sowieso tijdens verpotseizoen ga ik niet deze, maar mijn andere verpotten. En ik zal die zeker in het Nederlands doen. Oké, dan kunnen we die delen op Facebookpagina. Als je daar vragen over hebt, alsjeblieft, stel ze. Het is mijn eerste Nederlandse video. Plus, ik moet echt nog een beetje leren hoe ik dat moet doen, die video's maken. Dus als je vragen hebt over humus, stel ze gerust op de Facebookpagina. Op YouTube-channel, op de Facebookpagina. En ik maak gewoon een vervolgvideo sowieso. Zeker een keer dat lente is of... een keer dat lente is en dat verpotseizoen is en dergelijke. Volg gewoon deze of die andere, want ik ga switchen, want deze moet niet meer verpot worden. Ik denk dat al is ongeveer. Okay? Ik hoop dat je het een beetje leerzaam vond. Stay tuned, want er komen er echt wel meer. Het enige probleem is, het is winter. Ik ga er niet te ver meer over uitwijken. Maar daar hebben we toch al een begin over hoe dat we het eigenlijk moeten overwinteren. Dat is het. Alright. Ik zie jullie weer de volgende keer. Oké, even een kleine close-up. Snelle close-up van mijn humus. Zoals dat je kan zien, gele blaren, ook nog groene uiteraard. Het moet echt nog eens gesnoeid worden en zo. Dat is het tweede jaar in training. Even gekocht in een gewone plantenwinkel. Dat was niet mijn eerste bonsai, maar ik dacht, ik moet toch zo eentje hebben. En ik heb top eraf gedaan, want het was verschrikkelijk. En helemaal opnieuw gestart. Het was veel te neig gestyled als een den. En ik wou het een beetje meer naar boven trekken. Moet nog heel veel jaartjes training. Zo.
Ja, er komt nog heel veel werk aan deze ulmus en ik zal volledig alles uitleggen. Peace.